Oké, als je de MetaQuest opstart, die we dus nu gebruiken, dan kom je eerst in zo'n soort van, van dojo terecht. En dan kan je ook zo om je heen kijken, dat is best wel leuk. Je hoort ook allemaal geluiden om je heen en de speakers pakken het ook zo op dat het echt klinkt alsof er geluid om je heen is. Dan heb je deze twee controllers en daarmee kan je iets kiezen. En als je onze andere video's hebt gezien, dan zou je dat vast al wel eerder hebben gezien. Kijk, ik kan nu gewoon ergens op richten en dan kan ik op die manier dus een keuze maken. Als ik hierop klik, dan zie ik alle apps. En de app die we vandaag gaan gebruiken, dat is dus Kolonisten van Catan. Die heb ik dus al geïnstalleerd. En dat heb ik gedaan via de store. Dat heb je hier ook gewoon. En ik zal hier even naar Kolonisten zoeken. Kijk, en dan zie je hier de app. En die heb ik gekocht. Ik zal even in beeld zetten hoeveel die was. Volgens mij iets van 15 euro. Maar is misschien wel leuk om even te weten. Kijk, als je op preview klikt, kun je ook al een videootje bekijken hier. Kijk, je kan het spel dus met 4 mensen spelen. Nu naar apps toe en dan kan ik dus zo door de apps bladeren. Hier aan de linkerkant staat die, ik zal hem even kiezen. En dan wordt hij nu opgestart en dan ga ik wat leuke functies laten zien. Ik heb hem zelf pas 2 keer gespeeld, maar ik heb ondertussen al wel een beetje door hoe je de app kan gebruiken. En het is gewoon lachen om te spelen. Wow. Kijk, dit is zo raar ook altijd met die handen. Ik heb nu gewoon de controllers, maar dat zijn ze ook mijn handen. En als ik er naar kijk, voelt het gewoon best wel echt eigenlijk. We zitten in een game. Hier voor ons hebben we dus het bord. Kijk, en ik kan ook weer zo om me heen kijken. Dat is best wel lach. Ik zit hier gewoon lekker op een stoel. Mooie rode stoel. En best wel een vet uitzicht. En die zalen kun je ook nog aanpassen. En dat is met al dit soort apps. Kijk, dit is eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar. Bijvoorbeeld dat je ook met elkaar in een zaal zit. En dat je dan kan vergaderen. Dan kun je dus ook vaak gewoon de zaal aanpassen. En een ander uitzicht instellen. En ik zit nu om me heen te kijken. En het voelt gewoon weer... Ja, nogmaals, net als de handen, het voelt gewoon echt. En dat is dus het interessante aan het VR. Nou, dat je gewoon zo'n bril nodig hebt die niet eens heel veel kost. En dan op deze manier gewoon heel tof zo om je heen kan kijken. Ik ga even naar het menu. Ik ga even eerst laten zien hoe je dan de verschillende zalen kan aanpassen. Hiervoor, je ziet dus al het bord. Kijk, ik kan zelfs mijn duim opsteken. Woe. Nee, handen werkt hier niet. Sommige apps dat je, heb je dat je ook je handen kan gebruiken. Hier heb je nog wel de controllers nodig. Gaan we eens even kijken. Kijk, met dit knopje hier zo aan de linkerkant kan je dus de zaal veranderen. Change rooms. Kijk, dit is zo vet. Met mooi zo dat herkenbare Catan uitzicht aan de rechterkant. Andere stoel dit keer. En ik zal eventjes nog een keer wisselen, want we hadden er nog eentje geloof ik. Ja, deze hebben we ook nog. Deze voelt heel ruimtelijk aan. En hier heb ik ook geen stoel meer, zo te zien. Ik weet niet wat daarmee gebeurd is. Nou, die is weg. Je kan ook nog de kunst veranderen. Change art. Kijk, dan zie je dat zo veranderen aan de muur. Dit is dus de allereerste video die ik maak over VR en AR. Dus als je tussendoor nog een idee hebt voor de editing of voor het opnemen ervan, laat me zeker even weten. We willen de video's natuurlijk alleen maar beter en beter maken. Dus feedback is zeker welkom. Ja. Oké, we gaan even naar een andere zaal denk ik nog. Ja, dit vind ik zelf wel de beste zaal. Ja, de kunst is ook wel nice zo. Wat hebben we nog meer? Graag wil ik tussendoor even wat vertellen en deze video ook iets persoonlijker maken. Want ja, ik heb echt jullie hulp nodig. En nu denk je natuurlijk van, nu komt er een verhaal over abonneren en duimpje en zo. Dat zou helemaal geweldig zijn. Maar wij zijn op dit moment gewoon heel erg hard op zoek naar medewerkers. Dus Time2Kite is mijn bedrijf. En ik merk dat ik er niet zo heel erg goed in ben om mensen te vinden. We zijn nu gewoon hard op zoek naar enthousiaste studenten of freelancers, het is beide mogelijk, die goed uitleg kunnen geven, die het leuk vinden om langs te gaan bij bedrijven, maar zich ook comfortabel voelen als ze voor een groep staan, dus als er een groep medewerkers voor ze staan, dat ze die leuk kunnen vermaken. Ik vind dat zelf ook heel erg lastig, daarom maak ik dit soort video's en ben ik vooral bezig met content. Maar om het bedrijf gewoon succesvol te houden, hebben we gewoon echt jou nodig. Dus zit je deze video te kijken en denk je van, nou, ik vind het leuk om uitleg te geven. Ik vind dit soort video's tof. Ik vind de metaverse of VR interessant. Of ik vind bepaalde software interessant. Laat het me dan zeker even weten. Stuur alsjeblieft een e-mail naar contact. apenstaartje.time2kite.nl. En dan spreken we elkaar hopelijk binnenkort. En kunnen we een leuke samenwerking beginnen. En veel bedrijven vooruit helpen. Bij het gebruik van verschillende software. En nu ook VR en AR. Nogmaals, ik hoor graag van je. Ik denk dat ik gewoon even een nieuwe game ga beginnen. Hiervoor heb ik dus al een bord. En dan gaan we gewoon een paar rondes meespelen. Het lijkt echt gewoon, ja, het is gewoon precies hetzelfde spel als in het echt. Alleen,
ja, nu heb je hele gave effecten. Kijk, hier zo, zie je als een soort van vogeltje. Kijk, kan ook super dichtbij. En nu komt wel die ring. Ik weet niet of je dat kan zien in de video. Maar je geeft nu wel aan van, oh, let op dat je niet buiten de ring gaat. Ik heb nu een stationary seat voor de bril. Dus hij weet dat ik gewoon op een bepaalde plek zit en ook niet heen en weer ga bewegen. Maar als ik dus naar voren ga, kan het wel gevaarlijk worden dat je ergens tegenaan gaat stoten. Hiervoor heb ik volgens mij niet zoveel staan, maar toch moet je altijd wel een beetje voorzichtig zijn natuurlijk. Maar ja, ik kan het best wel van dichtbij bekijken. Kijk, ik zie hier mooi zo'n vogeltje vliegen. En zo heb je allemaal gave effecten. Dus ik ga een nieuwe game starten. Hier aan de rechterkant kun je instellen of je de standaard indeling van het bord wil of een willekeurige indeling van het bord. Ik doe nu eventjes standaard. Vinkje, hoppakee. Dan heb ik hier mijn medespelers. Ik vind het wel jammer dat ze niet echt bewegen zoals ik met handen en zo. Het zijn gewoon plaatjes die je ziet, maar ja, toch ziet het er best wel gaaf uit. Je ziet ook bovenaan welke kleuren ze zijn. Dus Candemir is oranje, Lynn is blauw en hier aan de rechterkant hebben we Marianne en die is wit. Dus nu moet ik ergens mijn eerste dorp neerzetten, altijd lastige keuze. Ik wil in deze video wel laten zien dat ik een beetje kolonisten kan spelen. Kijk, hier aan de rechterkant heb je ook mooi zo de opties van dingen die je kan kopen. Hier is een weg, hier hebben we een dorp, hier hebben we een stad. Oh ja, ik moet dus nu nog een weg bouwen en die ga ik deze kant op bouwen. En nu is Lynn aan het bouwen. Ik heb niks meer over, dus we gaan nu naar mijn buurvrouw. En daarvoor klik ik op dit knopje en turn. Eerst kon ik die helemaal niet vinden toen ik dit de eerste keer speelde. Ja, nu wordt er weer gegooid. Dus hij wil één keer hout voor één keer gaan. En ik heb gaan. Maar ja, kan ik op zich wel doen trouwens. Ik moet nog even uitzoeken. Misschien dat jullie dat ook wel weten hoe je dit snel kan accepteren. Want ik ben nu eigenlijk veel te laat. En ik wilde dit accepteren dus. Ja, nu wordt dus de... Deze man werd net op mijn gaan gezet. En toen mocht ze een kaart bij mij trekken. En toen was ik ook nog een keer een gaan kwijt. Ik heb nu het gevoel, als ik dit zo zie, dat jij precies hetzelfde moet zeggen en dan kan je dus op die manier ruilen. Dus als zij zegt van ik wil één steen voor één wol, dan moet jij dat gewoon precies zo invullen en dan wordt het geaccepteerd. Nou, ik heb het gevoel dat jullie hier wel een beetje een beeld van hebben gekregen hoe dit precies werkt in VR. En in de titel staat ook Metaverse, maar dat is vooral omdat dan veel mensen erop zoeken. En veel van jullie waarschijnlijk ook nog niet helemaal het verschil weten. Gaan we ook nog een video over maken. Ik zal ook nog even laten zien in het menu. Ga hier eventjes uit, quit. Welke andere apps nog leuk zijn waar we ook video's over kunnen maken. Er is ook een YouTube VR app. We hebben dus Horizon Workrooms, daar kan je met elkaar vergaderen. Laat eens kijken wat we nog meer hebben. Netflix kun je ook gebruiken. En nou, er zijn een aantal virtual desktop, is trouwens ook heel erg nice. Dan kan je gewoon je hele setup nabouwen in VR. En dan heb je gewoon een werkplek waar je zo een beetje rond kan kijken en gewoon lekker kan werken. Ook een hele toffe app. Dus hou het zeker in de gaten als je dat soort apps ook wil zien. Dit is trouwens ook echt nice. Kijk, als ik zo doe, zie ik zo mijn vinger. Hij weet gewoon waar mijn handen zijn. En je kan deze headset als goed zo ook gebruiken zonder de controllers. Dat kan je ergens instellen. Dat gaan we ook nog wel een keertje doen. Op dit moment zitten we nog echt in de fase van veel uitzoeken, ermee oefenen. Ook kijken wat bedrijven in Amerika hebben gedaan met VR en AR. Ik heb bijvoorbeeld laatst een call gehad met iemand van Meta, oftewel Facebook. En daar hebben we het gehad over de mogelijkheden van VR en AR voor business. Nou, Facebook zit natuurlijk vooral in VR op dit moment. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die bezig zijn met AR. Hopelijk kunnen we daar binnenkort ook video's over maken. Maar heb je nou een bedrijf en je denkt, je hebt zoiets van, nou, ik ben er wel gewoon benieuwd naar, ik wil je wat vragen stellen. Of vind het leuk om een sessie te doen met mijn collega's, waarin jullie laten zien hoe het precies werkt. En ook hoe wij dat kunnen toepassen in ons bedrijf, zodat we zometeen niet de boot missen als dit helemaal groot is en andere bedrijven er ook al mee bezig zijn. Nou, neem dan zeker even contact op, alle informatie staat in de beschrijving. En je kan ook direct eventjes een mailtje sturen naar contact@timeguide.nl. Wil je nou meer video's zien over VR en AR? Klik dan zeker even op die knop om te abonneren. Kies ook voor duimpje omhoog. We hebben nog een aantal video's op de planning staan. We willen nog een video gaan maken over vergaderen. Video's over hoe je setup kan maken met zo'n bril. Je kan zelfs gewoon je computer omzetten naar zo'n bril. Heb je gewoon je toetsenbord voor je, dat is wel heel erg gaaf. We willen ook video's gaan maken over simulatie, wat je in kan zetten als bedrijf. Dat je bepaalde taken al kan oefenen. We willen ook gaan kijken hoe het in de metaverse is. Wat is daar te beleven en wat is er interessant voor bedrijven om daar te doen. Nou, genoeg onderwerpen. Dit was een video van Time to Guide. Mijn naam is Timon en nu is het time to go. Merk dat jij en je collega's moeilijk kunnen bijblijven in deze tijd van digitalisering? Volg dan nu samen een software training over Microsoft 365, Teams of Outlook. Of kijk op onze website voor meer informatie.